En dit is jullie studio. En dit is waar jullie zijn wel lijp op ons. Dit is jullie studio toch? Goedendag beste Facebook vrienden. Inmiddels meer dan 100 likes. Dus het wordt tijd dat wij wat meer over onszelf gaan vertellen. Ik ben Brian. Ik doe samen met Wouter Project Milo. En zoals jullie misschien op de pagina al hebben gezien, hebben we als doel gesteld dat we graag kennis willen delen. En eigenlijk een beetje te spread the word over training is al geheel. Mijn achtergrond daarin is, ik ben jarenlang als powerlifter ben ik actief geweest, competitief. Ik ben in meerdere gewichtsklassen een aantal jaar achter elkaar Nederlands kampioen geweest. Ik heb daarnaast bewegingswetenschap gestudeerd en ik ben na mijn studie als trainer werkzaam geworden. Ik heb in eerste instantie in Utrecht gezeten bij Sven. En op dit moment al sinds een jaar ongeveer bij Personal Health Institute Evolve in Amsterdam. En ik vind het hartstikke gaaf wat ik doe. En ik ben op zoek naar een manier om mijn kennis te kunnen verspreiden en mensen te kunnen helpen. Facebook vrienden, Wout hier. Jullie hebben net al van Brian gehoord wat zijn achtergrond is. En ik wil graag ook even vertellen hoe ik bij Project Milo kom. Ik ben heel lang competitief judoka geweest. Ik heb de kans gehad om door Europa te reizen en daarbuiten. Veel gezien. Toen op een gegeven moment heb ik de stap gemaakt naar lesgeven. En toen werd ik heel erg gemotiveerd door het proces wat achter vooruitgang zit. En dan vooral fysieke groei. Toen ben ik zelf met een project begonnen waarbij ik naar Nederland heb gereisd bij verschillende topsportinstellingen. Eigenlijk aan de deur heb geklopt en gevraagd wat hun kennis is. Nou, uiteindelijk ben ik zo bij Evolve terechtgekomen. Heb ik een internship gedaan en ben ik nu een poosje aan het werk. Nou, en Brian en ik hebben vaak over gestoeid van hoe kunnen we nou onze kennis verder uitbreiden, maar ook hoe kunnen we het met andere mensen delen. En daar hebben we dus Project Milo gestart. Nou, zelf ben ik nu ook dus eigenlijk met powerlifting begonnen, train samen met Brian. Ik ben nog niet super sterk, maar ik zou veel sterker willen worden. Maar ik denk dat ik wel dingen heb waar jullie ook wat aan kunnen hebben. Dus eigenlijk het doel van deze site is die kennis delen en jullie daarbij betrekken. Dus hopelijk horen we nog wat van jullie.